Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 4 april. Wat een wisselvallige dag vandaag met een aantal buien. Vanochtend vallen al wat buien in het zuiden en die trekken geleidelijk aan naar het noorden. Het is zo'n 9 tot 11 graden en er staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanmiddag is het dan tijdelijk wat droger, maar later kunnen er toch wel weer enkele losse buien ontstaan. De temperatuur loopt verder op naar zo'n 14 tot 16 graden en mogelijk dat er bij een enkele bui ook onweer voorkomt. Ook in de avond vallen er nog wel een paar buien. Pas in de loop van de nacht wordt het geleidelijk aan droog. De temperatuur ligt vanavond zo rond de 11 graden en er waait nog steeds een matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen eerst nog wat neerslag, maar die regen die trekt van west naar oost over het land en vanuit het westen klaart het sterk op. De wind die draait naar het westen tot noordwesten en de aangevoerde lucht wordt een stuk frisser. De temperatuur komt niet veel verder dan 8 of 9 graden. In de middagmorgen dus flink wat zon, en dat is een voorbode voor de dagen na. Vrijdag en zaterdag blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. De wind die draait weer naar zuidelijke richtingen. Vrijdag wordt het zo'n 11 tot 15 graden, zaterdag 17 tot 20 graden. Ook zondag nog flink wat zon, wel neemt de kans op een enkele bui toe.